12 februari is het Chinees nieuwjaar. Maar het nieuwjaar zal dit jaar niet groots gevierd worden, zegt Andy Liu Yinmang, ondervoorzitter van de Chinese vereniging Chungfa Fuikong. Vanwege de COVID-pandemie kan er niet gefeest worden en we moeten ons aan de COVID-maatregelen houden. In het gebouw van de vereniging aan de Keizerstraat vonden vandaag toch wat kleine voorbereidingen plaats. Zo werd er een rood doek beschreven. Het beschrijven van het doek heeft als doel geluk en voorspoed te brengen in het nieuwe jaar. We hopen dat COVID-19 ook overwonnen wordt, zodat dit jaar extra gezondheid brengt, benadrukt Liu Yanming. Traditioneel verzorgen we jaarlijks een Chinees optreden in het KKF-gebouw, maar ook dat gaat dit jaar niet door, zegt Liu Yanming. Het was Andy Liu Yanming, ondervoorzitter van de Chinese vereniging Chungfa Fuikong. In plaats van het traditionele eten en drinken in verband met Chinees nieuwjaar, hebben de Chinese verenigingen besloten om een vuurwerkshow te geven. Het Chinees nieuwjaar is op 12 februari en het wordt het jaar van de os.